Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Dennis en vandaag hebben jullie een keer wat anders. Vandaag heb ik Squad vs Squad. En ik weet niet of jullie deze game uit kennen, de meeste mensen kennen het eigenlijk niet. En ik ken het eigenlijk ook pas tot vandaag. En Squad vs Squad is eigenlijk 1 tegen 1. Alleen ik en mijn enemy die hebben allebei dus nog 5 andere AI bots. Dus kijk maar, ik ben alleen en dan heb ik nog 5 bots. En mijn enemy is alleen en die heeft ook nog eens 5 bots. En blijkbaar is die enemy zelf ook nog level 1. Dus ik ben benieuwd hoe we gaan spelen. Het is Domination en ik speel met dit ding, met hoe heet het ding ook, in de Beazle. Normaal gezien vind ik het fijn en ik heb een beetje mijn twijfels over of het nou nog steeds wel zo fijn is. Maar in ieder geval, we spelen dus tegen mensen van level 1 en dan zeg je misschien, nou, dat is super easy. Alleen, die bots zijn heel erg raar. Soms dan zijn ze super sterk en liepen ze nou allemaal rond met knives. Als dat echt waar is, dan word ik echt gek. Dat zou echt te dol zijn gewoon. Maar in ieder geval, die bots zijn heel raar. Soms dan zijn ze dus gewoon super noob, maar soms dan zijn ze ook gewoon super goed, want ze hebben dus helemaal geen recoil. Oké, knife squad, oké. Waarschijnlijk is er één kereltje bij de enemy, degene, de echte persoon dus, die heeft waarschijnlijk een knife of zo, waardoor al die bots van hem allemaal knives hebben. Dat denk ik, ik weet het ook niet anders. Ik ben gewoon gelijk geknifed. Als er iets is waar ik grootste tyfus tegen kan hebben in het spel, is het geknifed worden. En wat gebeurt mij? Ik word gewoon genaaid voor een bot. Oh fuck, ik speel hem mis ook. Hij is boven mij, dit is open, mooi. We gaan natuurlijk even een campstrike halen, dat is heel het idee van deze video. Nee, ik weet niet. Ze lopen echt allemaal. Dit is gewoon infected. Dit is gewoon een soort van infected. Hoezo heeft iedereen een fucking knife? Dit is alleen maar enger, ik heb liever dat ze wapens hebben in plaats van knives. Want er is één ding wat ik echt haat, zei ik net al, dat zijn knives. Oké, let's go. Oh, shoot. Wat is dit voor spel? Ik hoop dat het meetelt voor kills, want dit gaat helemaal nergens over. What the fuck is dit? Ik ga ervan uit dat dit niet altijd is, want ik heb nog nooit squad versus squad gedaan. Dus ik weet mijn god niet hoe dit werkt. Of dat dit... Dat het altijd zulke autisten zijn, of dat er ook mensen zijn met brains. Want ja, dit wordt natuurlijk gewoon, als dit gecam wordt, dan kan ik door de grond zakken. Gewoon om het feit, die mensen hebben geen eens wapens. Alleen dat is misschien wel irritanter, knives, dat kun ik zeker doen. Ze droppen in ieder geval van die pakketjes. Ik hoor overal voetstappen, ze hebben gegeven alle dead silence. Ik kijk dat achter me, ze komen overal lopen. Dit is fucking scary. Oké, hij heeft een wapen gepakt. Ik ben benieuwd of ze nou al die bots ineens wapens krijgen. Liep er in een eentje? Oh, dat is niks. Dat is gewoon een of andere. Ee, dat vet. Ze kraken de kist. Ik hoor allemaal geluid. 15-1. Let's go. Als dit echt meetelt voor je KD. Ik heb geen flauw idee. Maar dan is dit the way to go om je KD te boosten. Die had veel help. Enemy has Bravo. Nee. What the heck is de max XP? Ik kan niet meer experience krijgen, dus zo. Hoe zit dat? Onder mij. Ik speel zo voorzichtig dat ik ben gewoon bang voor die knives. Er is helemaal geen reden om niet voorzichtig te zijn met die knives, jongens. Ik zeg het jullie! Ik haat ze. Ik ga geen caps like halen. Ik word toch sowieso weer een knife. Oké, let's go. Mijn teamers hebben choppers. Waarom Knife Army? Waarom? Achter mij. Ik hoorde hem al. Let's go! Nee! Niet knifen! Hebben ze nou wapens? Ik hoop het. Trouwens, ook al hebben ze wapens, dan knifen ze waarschijnlijk daar ook nog. Hoeveel? Mijn bots zijn gewoon aan het ownen. Dat zegt eigenlijk al genoeg, dat mijn bot zelfs own. Ik ga die vlag niet cappen, want ik wil gewoon dat potje lang mogelijk duren. Dit is echt gestoord. Deze match is echt gestoord. Ik heb er geen andere woorden voor. Hopelijk dat die hond een beetje helpt van dichtbij, dat ik daar ook niet knife voor. Waar zijn die enemies, man? Ah, hij leefde nog, dat hij dood was. Dit is ook niet het meest ideale wapen wat ik kan gebruiken. Maar oké.
Het doet wat het moet doen. Het schiet. God, dat is achter me. Nee, nee! Goed zo. Doe wat je moet doen, hond. Doe wat je voor je aangenomen bent. Nee! Let's go! Nee! Hij heeft een wapen gepakt! Hij heeft een wapen! Nee! Hij heeft een wapen! De enige faggot met een wapen. Hé, daar gaat het. Nee, ik ga niet cappen. Ik wil die match zo lang mogelijk laten duren. Niet cappen, jongens! Kan ik ze ook wegsturen? Laat die enemies B-cappen. Ik ga gewoon dood door knives. Dat is echt... Je zou bijna zeggen, wat is er zo... Er is niks idealer als een compleet enemy met knives. Maar... Er is niks zo irritant als een compleet enemy team met knives. Je kunt ze niet serieus nemen. Maar ze hebben je in één hit dood. Maar hij heeft wel gewoon een wapen. Ik snap niet waarom al die bots al knives hebben. Ze rennen ook allemaal als mal achterna, hè. Gewoon allemaal dikke kamikaze. Oh, hij was nog niet klaar met laden, lol. Let's go, specialist. Here we go. We gaan weer overnieuw naar onze camp strijken, want we gaan hem wel halen. Hij heeft alleen een beetje vertraging opgelopen, maar dat maakt niet uit. We halen hem gewoon. Het houdt spanning een beetje in, hè. Als we niet gelijk halen. Take express. Nee, maar het is toch wel triest als je dan genaaid wordt. Ik vind dat zielig voor mezelf. Ik heb serieus medelijden met mezelf. We hebben nog gelukkig nog best wel tijd. Ik weet niet hoeveel streak ik zit. Ik weet niet eens of het überhaupt moeilijk is om meer caps uit te halen, alleen maar wel. Heel stom dan als dat niet eens kan. Oké, dat was ook niet echt bepaald raar. Ik heb niet veel coach meer. Ik heb ammo nodig. Ammo. Ah, niet ammo. Hier ligt ammo. Let's go. Laat ze B-cap, alsjeblieft. Waarom luisteren die dingen niet? Het zou handig zijn als ze wat in je microfoon zou praten. En als ze dan... Dan zouden we doen wat je in je microfoon zegt. Pas op. Ik zet er eentje boven, dat heb ik wel gezien, maar... Toch oppassen met een knife. Als ik in een hoekje loop, dat ze daar om het hoekje staan, zie? En die naaien me daar. En hier is er eentje die kan schieten. Oh, hij is naar beneden. Hij is net naar beneden, man. Oh, typisch. Ze pakken geen wapens op, hè. Oké. Maar ja, maar dit is gewoon een serieuze game mode. Hoppakee, let's go! Camp strike binnen. Ik wil even incallen omdat het kan. En nu... Ik weet al wat de titel van deze video wordt. Squad versus squad is poep. Echt waar, dit is echt poep. Ik kan niks anders van maken. Dit is poep. En drie keer dood gaan, één keer doodgeschoten, twee keer geknifed. Multikill, halleluja. Ik ben echt benieuwd als dit meetelt met mijn kills. Dat kan niet eens, anders heeft iedereen een KD van 100 dadelijk. Even naar boven. En ze lopen buiten. Ze lopen niet boven. Nou kan ik wel wat lomper gaan redden. Nee, jij niet knijven. Nou interesseert me niet meer. Ik wil gewoon even de dingen. Nee, weer genijfd. Wat is deze? Ik word alleen maar genijfd. Ik wil 70 kills. Is dat mogelijk? Eigenlijk zou ik bijna een serie moeten starten. Road to 100 kills in squad versus squad. Het is wel grappig om een soort van 50 kills te proberen te halen met alleen maar knife of zo. Misschien precies wat hij doet, alleen dan doe ik dat ook. Dat zou op zich best grappig zijn. Road to life, squad versus squad, 50 kills of zo. Het is fucking donker, ik zie niks meer. Hebben steeds kills. Dat is gewoon normaal ook haalbaar. Maar nou speel ik tegen bots met knives. Nou zou je zeggen, nou haal je wel meer kills. Nou zie ik ze helemaal niet meer, die knivers. Dat is het probleem. Dan zijn ze helemaal onzichtbaar. Nee, niet knijven. Af. Eentje achter mij. Nog eentje achter mij. En
79-4. Squad versus squad, jongens. Wat is dit voor game mode? Leg hem alsjeblieft uit. Nou, in ieder geval, nog iets. Check deze. Hey. 4 man in de final kill cam. Nou, dat heb je niet vaak gezien. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik kon nog iets zeggen, want mijn laatste video die ik toevallig straks geüpload heb, dan was het geluid misschien iets anders en dan kwam dat ik vergeten was om dit ding aan te zetten. Dus alles was gerecord met mijn webcam. Dus ik hoop niet dat dat echt een groot probleem opleverde. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter, abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.